Goedemorgen, fijne maandag. Ik hoop dat je een fijn weekend gehad hebt. De start van een nieuwe werkweek wordt er altijd heel erg blij van. En er staan een aantal hele leuke dingen op de planning. Ik wil echt heel graag proberen om einde van het jaar toch vrij te krijgen. En nog wat dingen voor het finishfeestje te doen. Dus het is nog even doorbikkelen. Vandaag staan er in ieder geval video's op de planning. Want ik heb besloten om toch ook vlogmas op YouTube te gaan doen. Ik heb tussendoor al gelukkig wel wat filmpjes gedaan. Maar ik heb nog een intro nodig. Dus die ga ik zo filmen. En dan heel veel video's bewerken. Kerstcadeaus dit jaar, denk ik. De vaatwasser is stuk, helaas. Maar nu moet ik het ouderwets met de hand doen. En dan heb ik lekker wat extra tijd om vlogmas video's te kijken. Zo, net even lekker gegeten. En na de lunch is het altijd tijd voor webshop bestellingen en e-mails. En vandaag heb ik twee hele speciale verzoekjes. Ik heb om te beginnen dit leuke geboortekaartje opgestuurd gekregen met de vraag of ik hier bijpassende stofjes bij kan zoeken. En daar word ik echt helemaal gelukkig van. Hoe leuk is het om voor iemand anders, of voor jezelf natuurlijk, een quiltje te maken in precies de kleuren die je hebben wil. Helemaal in jouw stijl, speciaal voor jou aangepast. Dat is toch een fantastisch cadeau om iemand te geven. En ik denk dat dat echt iets is wat je ook jarenlang nog kunt gebruiken. Ik heb meteen al wat ideetjes. Als ik zo naar het kaartje kijk, dan die vogeltjes op zo'n achtergrond, dat heb ik helaas niet. Maar ik heb wel leuke blauwe sterretjes. Dus daar zit ik aan te denken. En een zandkleur. Dus ik ga gewoon wat dingen bij elkaar verzamelen en eens kijken wat we ervan kunnen maken. De opdracht was heel duidelijk. Dat scheelt. Dat is voor mij heel makkelijk. We gaan 6 stofjes uitzoeken. Het liefst in effen of met hele kleine printjes. Dus ik heb wat dingen bij elkaar verzameld. En dan gaan we gewoon eens kijken met het kaartje erbij wat er leuk staat. Dit is in ieder geval het sterretje op de rustige achtergrond waar ik het net over had. En ik denk dat die er alvast heel erg mooi bij staat. Dan ga ik eerst kijken welke effen kleurtjes goed passen. En dan kijken we daar vandaan verder. Oké, ja, we gaan eruit. Hier gaan we een foto van maken. Die ga ik opsturen. En dan kijken of ze nog iets wil veranderen. En of het überhaupt in de smaak valt. Op naar de volgende opdracht. Van deze word ik ook al zo ontzettend blij. Dit is een speciale opdracht voor een nieuwe cursist. Heel cool dat er zoveel mensen einde van het jaar toch willen gaan leren quilten. En ik ben altijd zo blij voor iemand dat hij zichzelf gunt om een nieuwe hobby te leren. En weet je, je hebt er zo lang iets aan. Je leert het nu één keer, maar je gaat er jaren plezier van hebben. En het is gewoon zo'n ontzettend leuke hobby. Ze heeft in ieder geval gekozen voor de confettibundel. Lekker vrolijk. En heeft mij gevraagd of ik daar bijpassende stofjes voor de bies, de achterkant, de randjes enzovoort bij kan kiezen. Heel veel opties. Ik heb geen idee wat je favoriete kleur is. En er is genoeg om uit te kiezen. Dus ik ga gewoon wat gokken, een berichtje sturen en kijken wat ze ervan vindt. Mijn eerste reactie hierbij voor de sashing is in ieder geval een blauwe kleur. Er zitten 2 blauwe in en blauw is gewoon rustig. En ook de meest verkochte kleur in de shop. Ik had ook voor wit kunnen gaan, want het maakt het contrast wel sterker. Maar er zit al heel veel kleur in, want dit heel mooi is. Dus ik heb die voor de sashing en die voor de cornerstones.
Binding was me ook meteen duidelijk. Een streepje is altijd leuk. En hier zitten al die kleurtjes in. We hebben paars, groen, oranje. Die past eigenlijk heel erg goed. Die ga ik sowieso aanraden. En voor de achterkant iets waar alle kleurtjes in terugkomen. Dus dat was deze de optie. Dan nog de rand. Daar heb ik wel wat verschillende opties voor. Ik vind deze heel leuk. Die is wat groter. Dat maakt het dan een beetje een geheel. Dat blauw komt terug. Blauw past mooi bij de sashing. Ik zat ook te denken aan deze, want ik heb geen idee. Misschien vindt ze blauw wel helemaal niet mooi en houdt ze niet van bloemen. Dus ik dacht nog aan deze. Die heeft dan diezelfde figuurtjes en streepjes als in de bundel. Een beetje gekke geometrische vormpjes. Die past ook heel leuk bij de bies. En dat haalt ook deze kleur weer een beetje terug. Dus ik ga gewoon deze optie sturen. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Zaterdag 16 december sta ik hier in Zwijndrecht op de kerstmarkt met een kraampje. En daar ga ik natuurlijk mijn stofjes promoten. Maar daarnaast is Silky echt mijn bestseller. Dus het leek me wel heel erg leuk om daar ook een kerstprojectje mee te maken. Lekker toepasselijk. Dus dit was mijn idee. Mijn tekenkunsten in een schets. Heel simpel, een kerstboompje met wat leuke cadeautjes erbij. En dan een mooie variatie aan steken. En de sterren met gouddraad. Dat leek me ontzettend leuk. Dus ik heb wat zitten vogelen. Dit is het patroontje geworden. Ik denk dat dit de stof is die ik erin ga doen. Er zit een naald bij. En ik heb ook borduurringen besteld. Daar past die gelukkig precies in. Dan kan ik natuurlijk ook nog een beetje schuiven met groter en kleiner. Maar top! Dat is precies hoe ik het in mijn hoofd had. Dus ja, die zijn onderweg. Dat is alvast weer iets van de lijst afgestreept. En dan ga ik de komende dagen kijken of ik hier wat filmpjes van op kan nemen voor de steken die ik ervoor wil gebruiken. Want ik ben natuurlijk niet echt een borduurpatroonontwerper. Maar ik denk dat ik er wel uit ga komen. En dan kan ik even testen wat er leuk staat. En het is me vandaag eindelijk gelukt om de intro video op YouTube te filmen. Dus die kan ik zo gaan uploaden. Maar eerst even opruimen hier. Ik zit hier heerlijk te handwerken en te genieten van wat vlogmas video's. Maar we hebben even een keuze te maken. Ik heb nog de blauwe sterpunten en de bruine. Dit zijn de sterren die we al hebben. En ga ik hem nu zo combineren of met bruin? Ik vermoed dat ik bruin ga doen. Al past deze ook heel goed, want dat is weer dezelfde kleur. En deze heeft lekker veel contrast. Maar dit zijn gewoon een paar van mijn favoriete kleuren. En ik hou ook wel van die warme look. Dus ik denk dat ik hem zo ga doen. Anders dan hebben we allemaal blauwe sterren tot nu toe. Was het weer voor vandaag. De dag is echt voorbij gevlogen, maar wel super veel kunnen doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben nog even aan het wachten op Dennis dat hij terug is met de boodschappen. En dan ga ik na het eten op de bank ploffen. Maar wel met mijn laptop, want ik wil heel graag deze vlogmas video's afmaken. Zodat ik morgen weer helemaal bij ben. Dus super bedankt voor het kijken. Fijne avond en tot morgen.